Dit is het centrum van het poldermodel, de SER in Den Haag. De NBBU heeft studenten uitgedaagd om een toekomstvisie te bedenken voor de Nederlandse arbeidsmarkt. Uit 54 inzendingen zijn 5 groepen gekozen. Vandaag presenteren zij hun ideeën aan de vakjury. De deskundige jury bestaat uit Pieter Waasdorp, Claudia Zuiderwijk, Leendert-Jan Visser, Jacqueline Zuidweg, Leo Witvliet en Bart-Jeroen Krol. Het eerste team dat vandaag pitcht is het team van de verantwoordelijke werknemer. Hoe hebben zij zich voorbereid? Door de voorbereiding die we ook door de NBBU hebben gekregen en onze eigen voorbereiding met het plan zijn we er wel klaar voor. De gezonde spanning blijft natuurlijk altijd. Vraag en aanbod zo dicht mogelijk bij elkaar te krijgen, hebben wij een drietal ideeën bedacht die vooral innoverend, maar ook concreet zijn om de afstand tussen opdrachtnemer aan de ene kant en de opdrachtgever aan de andere kant zo klein mogelijk te houden. De opdrachtnemer is ten alle tijde verantwoordelijk voor zijn of haar presteren, inkomen en toekomstplannen. Is dat model nou ook echt jullie generatie? Schatten jullie echt zo in dat die verantwoordelijkheid graag genomen wordt? Ik denk wel ook dat studenten nu op dit moment zelf ook inzien dat zij zich moeten onderscheiden van anderen om nu aan een baan te komen. En dat ze ook zien dat zij in zichzelf moeten blijven investeren om zich te kunnen onderscheiden in de markt. Hoe groot is de overtuigingskracht van team 2? Zij pitchen over patent op talent. Ik heb er wel zin in, ja. Voordat we beginnen met onze presentatie, wil ik graag allemaal even vragen om mijn ogen te sluiten. Ik wil u vragen om de komende 3 minuten volledig aandacht te hebben voor ons verhaal. En uw eigen referentiekader even te laten voor wat het is. En u merkt vanzelf wanneer het tijd is om hier weer gebruik van te maken. Onze visie, we geven bepaalde principes aan. Bijvoorbeeld het principe dat je kijkt naar iemands kracht en niet naar iemands zwakte. En die mindset, die willen we mensen eigenlijk eigen maken, zodat ze zelf betekenis kunnen geven aan die mindset. Want het geeft ruimte voor eigen betekenisgeving. En dat iedereen kan kijken in hun bepaalde context en hun omgeving. Wat betekent dit nou voor mij? Ook het team Employability heeft gewerkt aan een toekomstvisie. Zijn ze klaar om de jury te overtuigen? De intermediair van de toekomst die gaat overleggen met bedrijven welke ontwikkelingen zich te voordoen, welke ontwikkelingen gaan komen. Hebben jullie nagedacht hoe je dan ook kan zorgen dat je ook investeert in die 50-plusser, omdat als je die zo'n belangrijke rol gaat geven, je eigenlijk dus de waarde daarvan ook zeker gaat stellen? Ik denk hoe meer je iemand schoolt, hoe meer die iets kan delen en hoe meer de cyclus eigenlijk in stand blijft. Ik vond het al goed gaan. In het begin ben je natuurlijk wat nerveus, maar als je eenmaal bezig bent, dan gaat het eigenlijk vanzelf allemaal. Dus ja, ik ben wel tevreden. Ik vond het wel echt mooie ideeën van en ik gun het iedereen. Wat is goed werkgeverschap? Team 4 denkt hier een antwoord op te hebben gevonden. Nu alleen de jury overtuigen. Ons plan is om te starten met het opzetten van een digitaal platform. En binnen dit platform kunnen ervaringen gedeeld worden. Met name de evidence-based ervaringen is heel belangrijk om deze te delen. Ook is het mogelijk om een optimale match te maken tussen de werkgever en de werknemer. Essentiële voorwaarde hiervoor is dat CAO deels wordt losgelaten op het gebied van arbeidsvoorwaarden. Daarom willen wij heel duidelijk aangeven naar het ministerie van Economische Zaken, meneer Waasdorp, om u aan te geven, dat lijkt een hele belangrijke rol voor uw zin, ook in het kader van sociale zaken, wat de collega al zegt, dat CAO meer losgelaten moet worden en dat er meer moet gekeken worden naar individuele deals op grond van de generaties. Is dat dan dat verplicht wordt voor organisaties om gebruik te maken van het forum, of is dat op vrijwillige basis in jullie gedachten? Het is niet zozeer verplicht, maar je moet je wel realiseren als werkgever dat je dan wel een grote kans misloopt. De jury was vrij kritisch. Er zaten wel vragen bij die je tegen de randje hangen. Dat je denkt, daar moeten we wel even goed over nadenken om het in te richten. Team 5 heeft nagedacht over de inclusieve arbeidsmarkt. De jury zit klaar om naar hun exclusieve plannen te luisteren. Beste juryleden, wij hebben de oplossing voor die inclusieve arbeidsmarkt. En die oplossing die denken we gevonden te hebben in de participatieovereenkomst.
Participatieovereenkomst, dat is een overeenkomst, een flexibele arbeidsovereenkomst, die geldt voor iedereen die deel uitmaakt van de beroepsbevolking. Dankzij de participatieovereenkomst wordt de kloof tussen de werkende en de niet-werkende door de uitkeringsgerechtigden kleiner. Maar ja, wat doe je nou als mensen niet willen? Er is echt een hele grote categorie anti-alles. Niet willen is dus geen optie. In die zin, daar zitten nu ook sancties op. Super spannend, toch wel intimiderend als je voor de jury staat. Ik vond alle vijf de pitches heel erg goed. Erg goed voorbereid, goed uitgevoerd. Wat me verbaasde, dat ze af en toe teruggrepen op oude systemen als belasting, overheid en wetgeving. Nou, het wordt best wel lastig om een beslissing te nemen, want er zijn zeker 2-3 kandidaten heel erg aan elkaar gewaagd. 5 ideeën, allemaal van hoog niveau. Wie gaat de jury kiezen?